Frank, geef je heel graag het woord. Yes. Yes, een groot, even een groot applaus voor onze presentator, dames en heren. Hoi, mijn naam is Frank Deuning. En als het gaat om mijn visie op het maken van fouten, dan kom ik toch wel uit bij een plaatje als dit. Want ik vind dat je fouten positief moet benaderen. Dat heb ik vroeger al geleerd van mijn moeder. Ik weet nog dat ik heel erg klein was. En dan kwam ik thuis bij mijn moeder en zei: mama, ik ben zo bang om fouten te maken. En mijn moeder die reageerde dan vol met liefde en die zei: maar Frank, jochie toch, hey, fouten maken is goed, daar leer je van. Daarom ben jij ook enig kind. Ze zei ook van: maar mama's, zie je mij dan als een probleem? Zei ze: nee, je bent een uitdaging. wat ik zojuist vertelde, dat was mijn beste grap in 7 jaar stand-up comedy. Dankjewel. 7 jaar heb ik stand-up comedy gedaan. Tijdens mijn studie ben ik ermee begonnen. In 2011 was ik afgestudeerd. En toen dacht ik: ik ga mijn grote droom achterna. Ik ga proberen professional stand-up comedian te worden. En dat is gigantisch mislukt. Dat is niet gelukt. Het lukte mij niet om door te dringen bij de cabaretfestivals. De kleintjes niet, de grote niet. Geselecteerd werd ik soms niet eens. Of als ik dan in de voorronde kwam, kwam ik niet door bij de volgende ronde. Ik had wel beboekingen, ik verdiende er wel wat geld mee. Maar ik bleef elke keer best een beetje steken op hetzelfde niveau. De grote clubs, die boekten mij niet. En dus zo langzamerhand dacht ik van: ja, dit is wel echt mijn ambitie. Maar ik wilde heel graag Champions League spelen, maar ik kwam niet verder dan 3e klasse zaterdag aan de beurs, 10 uur 's ochtends. Dat idee een beetje. Ik had ook best vaak, of tenminste best vaak, ik heb denk ik iets van 350 shows gedaan in 7 jaar. Hele leuke trips gemaakt ook, ik ben in Engeland geweest, Italië, België, heb ik veel shows gedaan. En van die 350 shows, ik denk 50 keer hoorde ik niet het gelach van de mensen, maar het zoeken van mijn airco. Dat was het enige wat je hoorde, zeg maar. Dus toen dacht ik van: weet je wat, dit was plan A, het is niet gelukt, ik ga door. Ik ga iets nieuws proberen. Toen kwam ik uit bij, dit is ook wel leuk, een vak ook, hij is niet helemaal scherp. Ik wilde trainer worden, dat leek me echt heel erg tof. Dus toen heb ik een oud docent van mij benaderd, die had een stageplek over staan en die zei van: laten wij eens koffie gaan drinken. En die stageplek, dat was eigenlijk niet iets voor mij, want hij zocht iemand die heel erg georganiseerd was. En heel goed plannen, organiseren, als tegenwicht van hem. Maar ik was ook best een chaotisch, net als hem. Net als hij. En toen zei hij: maar jij bent best wel met die comedy bezig geweest. Ik wil samen met jou een theatertraining gaan bouwen. Dus een voorstelling voor het bedrijfsleven met een theatraal element, zodat je grote groepen in 1 keer kan trainen op een ludieke manier. Dat werd een klachtenparadijs. Een voorstelling van 1,5 uur ongeveer, waarin je in 1 keer een man of 200, 500, 100 kan meekrijgen in de gedachtegoed van: hoe ga je goed met klachten? Hebben we een jaar lang keihard aangewerkt. 2, 3 dagen in de week waren we naast onze andere dingen waren we daarmee bezig. Sketches schrijven, de training omzetten in theatrale dingetjes. Muziek maken op de piano. Oefenen, voorbereiden. En toen was het, na 1 jaar werken, werden we beloond. Dit is theater De Nieuwe Kolk in Assen. Jullie denken het is alleen gezellig. Dit was het enige plaatje dat ik kon vonden van vinden van dat theater. Maar dit zat dus vol, zeg maar. Oh, gelukkig. Ja, dankjewel. Ballen verkocht aan de Rabobank in Assen. Voor heel veel geld, voor heel veel mensen. En we gingen. Het begon. We hadden 1 jaar lang gewerkt en we konden los. Alleen het pakte niet zo uit zoals we hadden gedacht. Na afloop, als we zelf altijd dingen deden, dan scoorden we toch wel vaak gewoon toch ook uitvoldoende of goed. Maar nu was het een beetje matig. De helft van de zaal die vond het wel oké, de andere helft van de zaal die vond het niet zo oké. Die kregen het niet mee. De reacties die we ook in evaluatie terugkregen, die waren ook niet mals van: ja, zonde van de tijd dit, het kwam niet helemaal lekker aan, we zijn niet tevreden. Dus dat ging allemaal niet zoals gepland.
Ik wilde op zich toen nog wel doorgaan. Alleen toen een week later kreeg ik een telefoontje van mijn partner, die autocent met wie samenwerkte. Die zei, ik wil maar stoppen. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Want het lukt niet echt met z'n tweeën op het podium. Maar daar was ik het wel mee eens. Dus toen zijn we gestopt daarmee. Dus plan A was professional stand-up comedian worden, niet gelukt. Plan B was het klachtenparadijs, dat was ook niet gelukt. Dus toen was het tijd voor plan C, weer opnieuw beginnen. En ik ben toen voor mezelf begonnen, mijn eigen bedrijf, naast een fulltime baan in de horeca, want ik was ook wel natuurlijk had geld nodig. Ben ik keihard gaan werken en dat was een top van toen. Dat ging goed, het ging zelfs iets te goed. Dit is eigenlijk een foto van een hele mooie blauwe lucht. Hij was wel scherper op mijn laptop. Maar het was op een gegeven moment 2015. Het ging zo goed met het bedrijf en met het werk in de horeca. Ik was de bedrijfsleider geworden, dus ik werkte daar 50 uur. Mijn eigen bedrijf werkte ook nog iets van 20, 30 uur. En maar werken, en maar werken. En ik wilde ook nog graag een marathon gaan lopen, dus ik was heel veel aan het sporten. Dus op een gegeven moment was ik goed overspannen. En dat was na, op een gegeven moment ging het weer een beetje beter. Het was een prachtige dag, hartstikke zonnig. En ik had er weer een beetje zin in en het ging alweer wat beter. En ik was op fiets, was ik onderweg naar werk. En op een gegeven moment, ik fiets heel hard van een brug af. En ik wil een vrouw inhalen naast mij. Alleen wat ik vergat was dat ik had een grote tas naast me hangen. En die tas die bleef hangen in het stuur van die mevrouw. En dat was van de brug af. Oh. Dus het was, die vrouw die ging keihard onderuit, ze klapte over de kop. Ik weet nog dat ik 30 meter verder kwam tot stilstand. En ik denk dat ik nooit in mijn leven zo erg geschrokken was als dat moment. Op dat moment dat die mevrouw gevallen was, begon ze hysterisch te schreeuwen van de pijn. Want ze had echt overal schaafwonden, ze had zelfs een botbreuken. Ze zat helemaal met bloed. Dus ik ging terug naar die mevrouw om te kijken hoe het ging. Er was een stapel van mensen die waren omheen gaan staan. En die mevrouw, ze was echt heel hard gecrashed. Ze werd afgevoerd met de ambulance. En op dat moment was het even klaar met mij. Ik was al goed overspannen. Toen kreeg ik dit ongeluk erbij, wat ik had veroorzaakt. Ik had het, I fucked it up. En op dat moment lag ik er helemaal af. Ik ben toen rustig aan, ben ik weer opgekrabbeld. Het heeft een paar maanden geduurd, ik ben veel minder gaan werken. Ik ben er weer bovenop gekomen, maar dat heeft wel heel veel werk gekost. En dat is ook een beetje het beste wat ik jullie mee wil geven. Als je een keer hard onderuit gaat, als je goed op je bek gaat, je kan er bovenop komen, maar het is wel hard werken. Ik ben denk ik 3 maanden lang, ik heb hulp gezocht. Ik ben ernaar, want ik trok dat niet meer, ik ben naar huisarts gegaan. Die heeft me doorverwezen naar een psycholoog. Dus ik heb professionele hulp gehad om er bovenop te komen. Dat heeft me heel veel gebracht. Ik ben op mijn gezondheid gaan letten. Dus in plaats van keihard trainen voor de marathon, gewoon een beetje rustig joggen, gezond eten, goed slapen. En dat heeft me er weer bovenop gebracht. Door gewoon je rust te pakken en hard te werken aan je eigen herstel. Even een ander, wat vrolijkere fuck-up dan dit verhaal. Het was denk ik, was een jaar of 14 en ik lag in het zwembad met een maatje van mij en ik zag een hele leuke meid tegenover mij. Echt, ja, wauw, die is echt zo leuk, daar moet ik mee gaan praten. Haar telefoonnummer moet ik regelen op een of andere manier, maar ik wist niet hoe. Dus die vriend van mij, die wel een basketbal bij was, die zegt, pak die basketbal, gooi hem zo naar me toe en dan landt hij zo net voor de hoofd en dan zwem je er zo een beetje heen. Dan maak je zo'n babbeltje van blablabla en dan zeg je, bel me. Ik denk, nou, is goed, gaat lukken. Dus ik pak die bal en ik gooi hem omhoog. Ja, net iets te hard, net even iets te veel wind onder en pas, vol op de neus. En het bloed stroomt eruit, ze begint te schreeuwen. Ah, wat verdomme, wat doe je nou? Hartstikke boos was ik. Dus, oké, is goed, bel me. We gaan het doen. Dus dat, dit is een leuke vak-op uit de jeugd. Nog zo'n lekkere scherpe foto. Horeca doe ik dus ook nog heel lang. En één ding wat ik daar gigantisch een keer verkloot had. Op een gegeven moment, mijn roots ligt in Leiden, daar werd in de horeca, waar ik in Amsterdam ging studeren. En toen dacht ik moet ook hier een mooie baan vinden in de horeca. Nou, ik had 2 baantjes gehad waar ik echt als trots werd behandeld. En daar ging ik totaal niet tegen, want ik ben heel erg van het, als je mensen goed behandelt, behandelen ze jou ook goed. Dus daar ben ik toen weggegaan. En toen kwam ik bij een prachtig restaurant uit, waar ik heel veel persoonlijke aandacht kreeg, waar mensen echt
keek naar personen, niet door zijn nummer. Je kreeg heel veel opleiding en training. Dus ik vond het echt, nou, het idee was heel erg goed. Ik zou er heel leuk kunnen werken. Maar toch vond ik het niet zo, ik zat niet zo lekker naar. Dus ik dacht, ik ga weer weg. Had ik afgesproken dat ik nog één dag zou komen werken. En dat was dan donderdagavond. Woensdagavond was ik op het comedy bezig. Toen had ik een open podium. In het Comedy Theater in Amsterdam. En dat was toen het gezelschap waar ook Javier Roesman bij zat en Claudio Rij. En laat ik nou toevallig net tussen die twee geprogrammeerd zijn. Hartstikke leuk om te vertellen natuurlijk, maar op het moment dat jij als nieuw persoon, open podium, die pas een half jaar bezig is, tussen twee van dat soort giganten staat, is het eigenlijk vrijwel zeker dat je gewoon helemaal dood en kapot gaat op dat podium. Dus ik daar een showtje leggen van 8 minuten, het enige wat je hoorde, was dus die ergo. Nou, ik had daar zo ontzettend de pest in dat ik gigantisch ben gaan zuipen. Toen kwam ik nog een keer thuis bij mijn huisgenoten, die waren gigantisch aan het blowen. Dus ik ging ook gigantisch even een flinke joint roken. En de volgende dag had ik eigenlijk mijn allerlaatste dag bij die aardige werkgever. Maar ik was zo'n enorme diepe kater dat ik iets heb gedaan waar tot op vandaag heb ik er nog spijt van. Ik heb de telefoon uitgezet en ik ben gewoon niet op komen dagen. Ik had in de avond ook een voicemail van die werkgever en die zei van Frank, waar ben je dan? Ik vind het niets van jou. Gaat het wel goed voor je? Heb je misschien een ongeluk gehad of zo? Nou, daarna heb ik hem opgebeld op de kutsmoederschap een relatie die ik niet had, dat die uit was. En ik heb er nog jarenlang spijt van gehad en ik heb altijd gedacht, ik ga nog een keer terug naar het restaurant met Bosbloem en de wijn om het goed te maken. Maar dat heb ik nooit gedurfd. En dus dat is ook een van de dingen die ik goed verneukt heb. Dit is een oven, een magnetron, 2015, het is de ene laatste vak ook. Is dat laatste alweer? Ja. Het is 2015, ik werd wakker naast mijn hartstikke leuke vriendin. We hadden net verkering 2 weken, we waren allemaal verliefd en alles. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga een ontbijtje op bed maken. Dat ga ik doen. Dus ik ging naar beneden en er stonden broodjes in de oven. Ik toets hem in en ik ga lekker op de bank zitten en een beetje op mijn telefoon kloten. En na 10 minuten ongeveer denk ik, wat maakt de magnetron al veel geluid? Maar dat was niet de magnetron, dat was, was de rookmelder. Ik had namelijk niet de oven aangezet, maar de magnetron. En er stond zo'n lekkere stalen rekje in. Dus ik schrok me dood, dan staat die magnetron dan hard. Dus maar dat was dus het rookalarm. Dus ik doe dat ding ook open. Nou, ik weet niet of je nog als puber ooit een trekje van je sigaret hebt genomen en dat het zo eruit komt. Nou, dat was met die oven ook. Hij is een rookpalm eruit, het hele huis stond lang. Vriendinnetje helemaal over de toeren. Dus we moesten op het balkon staan, zij met haar handdoekje om, want ze kwam net uit de douche. Nou, dikke crisis, zijn we leuk naar te boven gekomen. Helaas gehaald. Klaar. En wat ik daar dan van geleerd heb. In de week daarna had ik nog heel veel ruzie. En ik vind die ruzie zien als een strijd. Maar ik ben even belangrijker vond dan de relatie. Dus op het moment dat zij boos werd, ben ik ook boos overheen. En als we kijken naar de lessen die ik geleerd heb over dit hele verhaal. Dan is het toch ook wel een stuk, als je een keer medisch verschil hebt of een ruzie, stel vooral veel vragen in plaats van meteen mijn mening in te knallen. Vragen waarom iemand nou zo boos is. Want in mijn ogen reageerde ze ook nog net een vies te heftig. Ja, in mijn ogen. Maar ja, daarachter, na afloop kwam ik erachter dat het vanuit bepaalde dingen was dat zij zo reageerde. Dus als ik gewoon meer vragen had gesteld, dan had ik misschien tot een oplossing kunnen komen en dan was het misschien wat anders afgelopen. Dus als je kijkt wat voor les ik heb geleerd heb, is mocht je een keer een conflict hebben, begin het altijd met een vraag en niet met een mening. Als plan A niet lukt of plan B niet lukt, het alfabet heeft nog 25 letters of 24 als je A en B bent, dat leuke vangen. En mocht je een keer gigantisch op je bek gaan en crashen, qua gezondheid of zo, je kan er vaak bovenop komen, maar het is wel hard werken. En durf je mij hulp te vragen en let heel erg op je gezondheid, dan komt het allemaal goed. Dus bedankt voor die aandacht en kom maar met die vragen.